vergelijk het wel eens met een auto die je te laat bij de garage brengt. Je begint te rammelen. Dan zegt iemand, joh, dan moet je niet meer doorrijden. Want dat wordt een keer een groot probleem. Maar ja, je hebt het geld niet en je hebt het er niet voor over. En je blijft maar rijden en blijft maar rijden. Ja, totdat er ineens een gruwelijke rekening staat. En dat is nu wat er gebeurd is. Je hebt het gewoon uitgesteld. Dus er is wel een oplossing, maar het vereist wat van ons allemaal. En dat is behoorlijk veel weerstand in de samenleving tegen. Voor de oplossing van het stikstofprobleem wil de overheid boeren uitkopen. Maar zijn die boeren wel bereid om van deze regeling gebruik te maken? Wij gaan op zoek naar de motieven van boeren om gebruik te maken van de opkoopregeling stikstof. Ik ben Jaap en ik ben hier geboren. Dus zo ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. En wij hebben het bedrijf van mijn vader en moeder overgenomen. Mijn overgrootopa die is hier ooit in 1930 begonnen. Dat staat tenminste in 1930, toen is de boerderij gebouwd. En zo is het overgegaan van generatie op generatie. En als ik het goed heb begrepen van die en gene, ben ik de zesde Jacob Stapper. Dus dat is op zich wel grappig. En in 2008 hebben wij het overgenomen van onze ouders, van mijn ouders. En zodoende dat wij hier nu zitten te boeren al zoveel jaren. Mijn naam is Wim de Vries. Ik ben hoogleraar hier op Wageningen Universiteit. En dat heet op een leerstoel, die heet integrale stikstofeffectanalyse. Je hebt N2, ammoniak is NH3. Te gebruiken als kunstmest. Andere vorm is stikstof en zuurstof is O2. N2 plus O2 geeft 2NO. Dat is stikstofoxide. En al die vormen die zijn in die zin opneembaar voor een plant. Dus heel belangrijk dat die planten kunnen groeien. Daarom kunnen wij helemaal niet buiten stikstof. Zonder stikstof, kunstmestloos, kunnen we heel de wereldbevolking niet voeden. Dus die heb je per se nodig. Dus al die verbindingen die zijn in overmaat een probleem. En stikstof is dus een verzamelnaam voor wel 6, 7, 8 vormen. En het is helemaal geen gifstof, het is gewoon een voedingsstof. Maar het is een beetje met eten. Eten is prima, maar te veel eten, dat is niet goed. Ja, het is te veel van het goede, zullen we maar zeggen. Er komt te veel stikstof in de bodem aan de ene kant. Aan de andere kant gaat de verzuring van die stikstof, die gaat leiden tot uitspoeling van calcium en magnesium en kalium. Dus je krijgt een onbalans aan voedingsstoffen. En daardoor zie je plantjes die gaan woekeren, vitaliteit van bossen die afneemt. Ik ben Gert Krol. Ik woon in Weert. Ik ben getrouwd met Rianne. 1 maart 1999 zijn Rianne, mijn vrouw en ik hier komen wonen. We begonnen met 45 melkkoeien en 27 hectare grond. We zijn eigenlijk door de jaren heen gegroeid. We hebben z'n tweeën, ja, ik durf gerust te zeggen, hard gewerkt en kansen benut. Er is hier in het verleden nog wel grond te koop gekomen. We hebben de grond uitgebreid van 27 hectare naar 50 hectare. We hadden toen op dat moment 90 koeien. We hebben een stal gebouwd toen voor 200 koeien. Het bedrijf was eigenlijk te klein voor Rianne en mij om door te gaan tot onze 65ste met 85, 90 koeien. Dus daarom hebben we die stal gebouwd. Maar ook om het bedrijf toekomst klaar te maken voor de bedrijfsovername, zou er ook een goede zet zijn om dan 200 koeien te hebben. 'S Ochtends begin ik altijd met de koeien te melken. En dat is meest ruim 2 uur ben ik daarmee bezig. Dan ben ik meest 8:45 zoiets klaar. En Maya voert ondertussen de kalveren en die helpt nog wat met schoonmaken. En zulke soort dingetjes. We boeren op zo'n beetje ruim 80 hectare land. 85 hectare zo'n beetje. Dus wij zijn wat dat dan gaat, zoals ze dat dan noemen, erg extensief. Er is altijd wat te doen. Het is nooit zo dat ik nou denk, wat moet ik nou gaan doen? Het melken en het voeren, dat komt elke dag terug. Maar verder alles eromheen is elke keer weer anders. Maar er is altijd werk, het is nooit op. Nee. Maar het is wel heerlijk, lekker altijd in de buitenlucht bezig zijn. Ik zou niet graag een kantoorbaan willen hebben en altijd binnen moeten zitten. Dat vind ik het grote voordeel van boer en boerin zijn, dat je lekker buiten bezig bent.
De reden dat het veel op de boeren is gefocust, dat heeft eigenlijk de volgende reden. Laten we ermee eens beginnen. Als je een kilo stikstof uitstoot, dan gaat er van de ammoniak gemiddeld, hè, gemiddeld zo'n 55% de grens over. Dus 1 kilo stoot je uit, 0,55 kilo komt in Duitsland, Frankrijk, etc. terecht, 0,45 in Nederland. Bij stikstofoxiden, die uit het verkeer en de industrie, is dat 85% in het buitenland. Dus het feit dat wij van 120 naar 100 zijn gaan rijden, daar hebben vooral buitenlanders plezier van. Dat is maar 15 wat hier neerkomt. Dus dat is het ongeluk voor de boeren. De uitstoot is ongeveer 55% ammoniak, 45% stikstofoxide. Maar de neerslag is veel meer ammoniak. Dus het is veel effectiever, vanuit de stikstof gezien, om de landbouw aan te pakken. Daarom hebben ze zo'n hoge bijdrage. Maar vanuit het standpunt van solidariteit heeft destijds de commissie Remkes gezegd, iedereen 50% terug. Omdat wij te veel boven wat je noemt een kritische depositiewaarde. Dus je moet je ongeveer voorstellen, de natuur die kan ergens tussen, gemiddeld zo tussen de 10 en 20 kilo op lange termijn verdragen. Kijk, dan kan je best een jaar overschrijden of 2 jaar of 3 jaar. Maar als je dat tiental, hoe meer je het overschrijdt en hoe langer je het doet, hoe ernstiger de problemen. Nou, we zijn nu wel gezakt, maar dat is nog steeds niet voldoende. En dat was bekend. En het grote punt was, de landbouw die heeft een enorme zakker gemaakt tussen 1990 en 2005. Dus nog een beetje doorgegaan naar 2010 en toen hield het eigenlijk wel een beetje op. De industrie, de stikstofoxide, die gingen wel heel geleidelijk steeds omlaag. Niet zo snel, maar wel altijd door. En men wist, dit is te weinig. Dus toen werd er op een gegeven moment een regeling in het leven geroepen, de programmatische aanpak stikstof, 2015. Maar toen wilden ze eigenlijk de kool in de geit sparen. De economie mocht niet geschaad worden en de natuur moest beschermd worden. En wat gebeurde er? Het ging niet naar beneden, het ging omhoog. Dus toen kwam er al een meneer Vollenbroek, die ging naar de rechter en die won elk proces. Want hij had de wet aan zijn kant. Het moest naar beneden. En toen heeft de Raad van State in 2019 gezegd, nou, dit werkt niet, die wet zetten we aan de kant. En toen zat alles in de problemen. Want niets mocht meer, want er was de bouw die ze viel eronder, dus er kon niet meer gebouwd worden. En toen kwam het ineens enorm op de maatschappelijke agenda. Dus het was allang een probleem. Alleen ineens werd het een urgent beleidsprobleem, want het kon gewoon niet meer, want de rechter had er een streep doorgezet. In 1994 moesten ze Natura 2000 gebieden aanwijzen van de Europese Unie. En daar zijn we hier in Nederland heel fanatiek mee geweest. We hebben hier in Nederland 168 natuurgebieden aangewezen. En Brussel is niet moeilijk, maar die zegt gewoon, je moet je aan de regelgeving houden. Maar als je 168 gebieden aanwijst, je zit altijd wel ergens bij Natura 2000 gebied. Hier in Nederland hebben ze die norm zo laag gezet om die boeren een loer te draaien, dat ze niet verder kunnen met het bedrijf. Wij boeren zijn nou toch wel een klein beetje het kind van de rekening. Het is net alsof bij ons alles vandaan komt dat wij het allemaal fout doen. En dat doet wel zeer, moet ik zeggen. Wij zijn gewoon, je bent gewoon met je werk bezig. Je hebt je altijd aan de wetgeving gehouden. Je hebt je vergunning op orde. Precies zoals de overheid het van je verwacht. En nou word je een soort aangemerkt als degene die het allemaal fout doen en die maar weg motten. Dus ja, ik vind het te gek. En van alle kanten worden de boeren, daar heb ik echt moeite mee, dat de boeren gezien worden als grote stikstofvervuiler, hoewel wij altijd volgens de regels gewerkt hebben. Ik denk dat het allemaal iets overtrokken is. Dat het door een hoop mensen erger gemaakt wordt dan het eigenlijk is. En door de regelgeving vanuit het verleden heeft het de eenopvolgende regeringen hebben zich zo vreselijk in de nesten gewerkt. Ze hebben alles voor zich uitgeschoven, ze hebben nooit problemen opgelost daadwerkelijk, zodat iedereen weer door kan. En ik denk dat daar het grootste probleem ligt. In het verleden is het nooit opgelost, het is altijd vooruitgeschoven. En nou ineens heeft die rechter dan in 2019 die beruchte uitspraak gedaan. En nou ineens staat alles op zijn achterste benen en moet er van alles en nog wat gebeuren. Nu zit alles op slot, omdat geen boer doet wat. Want die denk je, als ik een stal koop, dan binnenkort beginnen ze over lachen. Dan ben ik weer 2 ton kwijt. Dus er moet duidelijkheid komen. Eerst duidelijkheid, dan gaan ze pas investeren.
En dat is denk ik de problematiek. Er moet helderheid worden verschaft, er moet een lange termijn verdienmodel zijn. Ze moeten garanties hebben dat als ze nu een investering doen, dat ze dat voor 10 of 15, 20 jaar doen. En niet dat ze na 5 jaar weer wat nieuws horen. En daarom gaat het allemaal zo traag. En gaan we dat nooit halen. En gaan we zonder medewerking van de landbouwsector het ook niet halen. En dan zeggen ze, de boeren willen niet meewerken. Ja, het is gewoon heel slecht voorbereid door de overheid. Ze hebben, het is echt verschrikkelijk. Maar hoe ga je dat nou allemaal regelen? Hoe ga je dat nou met elke boer bespreken? Welke doelen moet hij dan halen? Hoe krijg je het voor elkaar met z'n allen? Dat is natuurlijk een heel lastig vraagstuk. Nou, daar zijn we wel bezig om daar proberen wat handvatten te geven aan de provincies. Zodat ze eens een beetje dat het eens aan de slag kan. Want anders blijft het altijd maar vastzitten. En dat is natuurlijk een lastig vraagstuk, maar er is wel iets voor te bedenken. Ik ben Esther Rommel en ik ben gedeputeerde in de provincie Noord-Holland. En ik ga met name voor de natuur en stikstof. Ik noem het maar altijd zo. Op een gegeven moment werd een vergunning verleend en dat zie ik als een hypotheek. Je zegt van, je moet een hypotheek moet je gewoon aflossen. Je hebt een bankrekening, dan storten we het geld op. En je hebt het geld opgemaakt, dus je hebt vergunningen uitgegeven. En je bent niet gaan aflossen op de natuur. Je bent niet gaan aflossen op je schuld. Nou, en ineens komt daar dan de Raad van State en die zegt van... of de bank zegt, ja, maar je moet nog wel aflossen. Je hebt gewoon niks afgelost. Nou, en daarvan vind ik wel dat we eerder met die aflossing hadden kunnen beginnen. Dus eerder voor de natuur hadden kunnen zorgen en moeten zorgen. Er zijn gewoon dingen die we gewoon eerder hadden kunnen doen of voorzien. Maar we dachten allemaal dat we het goed deden. De herstelmaatregelen, natuurlijk hadden we ook veel eerder kunnen doen. We weten al heel lang dat we dit moeten doen. En we hadden daar wel, denk ik, alert op kunnen zijn. Ik vind wel dat in de provincie we nu wel voortvarend, alle provincies wel voortvarend bezig zijn. Maar het ligt gewoon echt wel heel ingewikkeld. Toen de tijd van het Rijk in het begin, maar later is dat ook overgedragen aan de provincie. En eigenlijk is het toch ook wel iets van ons allemaal. Als jij de hypotheek krijgt op de toekomst, dan zul je die ook af moeten lossen. We hebben 1 dochter en 2 zonen. De zonen hebben altijd aangegeven, ja, wij gaan dit bedrijf niet overnemen, die hebben andere interesses. En de dochter heeft eigenlijk altijd gezegd, ik wil hier het bedrijf wel overnemen. En ze had er ook echt wel interesse in en ook kennis en de liefde, ja, voor de koeien. Ja, de dochter zou het dan eigenlijk overnemen, maar we zagen eigenlijk al een jaar of 3, 4, 5, dat ze er eigenlijk niet zo heel hard aan trok om met het bedrijf door te gaan. En toen hebben wij eigenlijk gewoon een keer de vraag gesteld, Rian en ik, wil jij hier straks het bedrijf overnemen? En toen keek ze ons aan en toen kreeg ze tranen in de ogen. En ze zei, Ik wil jullie niet teleurstellen. En dat was eigenlijk wel een heel goed gesprek. We hebben ook direct gezegd, ja, je stelt ons pas teleur als je iets gaat doen. Als je iets gaat doen wat je eigenlijk zelf niet wil. Je moet wel iets doen in je leven wat je graag wil. Je hoeft onze droom niet na te streven, je moet je eigen droom nastreven. Anders zijn er misschien over een aantal jaar 3 mensen teleurgesteld en dat is ook niet fijn. Toen is ze daarover het nadenken gegaan en een paar weken later zei ze van, ja, ik ga hier het bedrijf niet overnemen. En dat respecteerden wij. Van vroeger was het eigenlijk, één van de kinderen neemt bedrijven over. Maar ja, ik vind, zo traditioneel zijn wij niet. Ze moeten wel uit eigen kracht het bedrijf over willen nemen en niet omdat dat traditie is. Wanneer een boer, zeg maar, wil stoppen, dan pas zal hij naar een financiële regeling kijken. En de financiële regeling op zich zal niet een boer uitdagen om te gaan stoppen. In eerste instantie zal de boer ook kijken van, dat kan zijn bijvoorbeeld dat hij al met pensioen gaat binnenkort, of dat hij geen opvolging heeft. Hij kan ook zijn boerderij verkopen, hè, dat hij, als hij gaat stoppen. Maar uiteindelijk zal hij dan gaan kijken van, wat is dan voor mij het beste? En als je een hele goede regeling hebt, dus die opkoopregeling, en een boer denkt van, nou ja, dan stop ik wel en dan verkoop ik het gewoon, want ik wilde toch al stoppen, dan verkoop ik het gewoon aan het Rijk.
En dan heb ik gewoon goed financiële middelen om mijn pensioen verder in te gaan. Dan kan het een motief zijn. Maar je moet ook weten dat het heel emotioneel is om zo'n besluit te nemen. Maar er zat dan een opkoopregeling aan te komen voor bedrijven die kort bij de natuur zaten. Piekbelasters noemden ze dan. En omdat wij 178 meter van een Natura 2000 gebied afzetten. Wisten wij wel dat wij piekbelaster waren. En omdat die regeling eraan zat te komen, heb ik geïnformeerd bij mijn adviseur. 2-3 weken later sturen die een mail. Met een verhaal erbij, als het op dezelfde manier gaat als bij de varkenshouderij, dan brengt jullie bedrijf ongeveer zoveel geld op. Dan heb ik een boekhouder gebeld, fiscalist gebeld. Ik zeg, als wij meedoen met opkoop en we kunnen dat bedrag ontvangen, hoe pakt dat dan uit, ook voor de toekomst toe? Want als zelfstandige heb je geen pensioenopbouw, dat moet je zelf regelen. En wij hebben altijd gezegd, ons pensioen, je zit in het bedrijf, in de grond, in de gebouwen. Dus toen is de boekhouder en de fiscalist aan de slag gegaan. Toen zijn we daar op gesprek geweest. En binnen 3 kwartier stonden wij buiten. En Rian en ik keken elkaar aan en we zeiden, we stoppen ermee. En toen hebben we ook volop ingezet om met de opkoop mee te doen. En dat is eigenlijk een beetje raar. Toen we die beslissing namen om te stoppen, 1,5 jaar ervoor, hadden we nog nieuwe melkrobots in de stal gezet. Hadden we 880 zonnepanelen op het dak gelegd van de stal. En dat was allemaal voor de toekomst en niet voor om 1,5 jaar met een opkoopregeling mee te doen. In 1,5 jaar tijd is die knop in 1 keer omgegaan. Nou ja, dat moet dan echt zijn in die opkoopregels dat je zegt, dat is wel zo. Dat je zegt, die regels zijn zo ontzettend ingewikkeld. Daar heb je allemaal adviseurs voor nodig om te kijken, hoe ga ik hier nou uitkomen? Of is dit wat voor mij? Daar werkt het wel stroperig. Of wanneer krijg je nou eindelijk eens iemand te spreken? En hoeveel loketten moet ik af om te kijken wat ik, waar ik dan financiering kan halen of dat ik weet wat ik moet doen? Er wordt heel veel vergaderd, weinig knopen doorgehakt. Ze zitten in zo'n juridisch web. Alles moet juridisch zo afgetimmerd zijn in Nederland. Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. Er kan geen beslissingen genomen worden. Die opkoop heeft bij ons ruim 2 jaar geduurd. Als je voldoet, want straks komt er een mogelijkheid op het internet dat de boeren kunnen kijken van wat levert het voor mij op. Als ze zeggen van ik kom ervoor in aanmerking en ik vind het wel interessant wat ze te bieden hebben. Dan wordt er ook contact opgenomen met het Rijk of met de provincie. Dat ze zeggen, kunnen we er samen naar kijken of dit wat voor mij is. Nou, en dan gaan we kijken of dat zo is. En dan ga je dus in overleg of die uitgekocht kan worden. Ja, je ziet dat bij ons in de provincie. Daar hebben wij, zoals dat heet, hele extensieve veehouderij. Dat betekent dat er heel weinig koeien lopen op een 10.000 vierkante meter. En dat betekent ook dat ze heel weinig stikstofuitstoot hebben van die koeien. En daardoor voldoen ze niet vaak aan de regeling die het Rijk stelt. Dus het zijn geen enorme belasters van de natuur. Dat is een belemmering waardoor ze gewoon niet mee kunnen doen. We hebben daar ook een boer gehad die dacht, we gaan eens even kijken of ik kan meedoen met die regeling. En dat lukte gewoon niet, want hij viel niet onder die regeling. En het andere is dat die opkoopregeling die zegt, als je dan stopt, mag je in heel Europa nooit meer boeren. Dus je mag gewoon je beroep niet meer uitoefenen. En dat is omdat Europa die zegt, als je dus zo'n goede regeling krijgt en je krijgt daar goed geld voor en je gaat ergens anders dan waar je bijvoorbeeld in een ander land waar het goedkoop is om daar te boeren, ga je dan investeren en dan treed je in concurrentie. En dat vinden wij niet eerlijk, dat mag niet. Dus je moet echt stoppen. Remkes die had het over 500 tot 600 bedrijven. De minister heeft er gelijk maar een schepje bovenop gedaan. Die had het over 3000. Er zijn nu aan het bekijken volgens mij op dat ministerie wie wel of geen piekbelaster is. Ik denk dat ze daar nog niet eens een definitie van hebben. Dat ze zelf nog niet eens weten wie nou wel is en wie niet en wanneer wel en wanneer niet. Maar ik denk niet dat wij een piekbelaster zijn. We zitten natuurlijk wel vlakbij de Nieuwkoopse Plassen. Nieuwkoopse Plassen is Natura 2000 gebied. Bij de opkoopregeling is sprake van piekbelasters. En vaak ben je piekbelaster
We weten dus de nieuwe definitie nog niet, maar vaak ben je typiek belast als je dus heel dicht bij zo'n N2000 gebied zit als boer. En heel veel koeien op weinig grond. Dus je hebt bijvoorbeeld 3 koeien op 10.000 vierkante meter. Maar de echte definitie die moet nog komen. Dus er komt binnen een paar weken zal de minister met een brief komen. En ik verwacht en hoop dat daarin staat wat haar definitie is. De regeling die is dan nu in de maak en daar gaat het over piekbelasters. En zoals ik net al zei, in Noord-Holland hebben wij excessieve veehouderijen. En piekbelasters zijn veel meer intensieve veehouderijen, dus met meer koeien op een stuk grond. Dus ik ben gewoon heel erg bang, ik heb de definitie nog niet, maar ik ben bang dat Noord-Holland, dat er weinig boeren zullen zijn die daarvoor in aanmerking zullen komen. En dan zeg ik ook altijd, wij hebben als provincie ook nog wel de mogelijkheid om boeren uit te kopen. Dan zeg ik altijd maar, kom eerst maar bij ons, want ik denk dat wij het beter kunnen regelen. Eerst was het bijna alleen maar ambities voor de landbouw. Remkes had gezegd, ieder, allemaal 50%, gelijke monniken, gelijke kappen. Je kan wel zeggen, de monniken zijn niet gelijk, want landbouw draagt veel meer bij. Maar vanuit solidariteit zei hij ook 50, en zoals ik al zei, omdat er klimaatverandering is. Dus je moet niet alleen naar één ding kijken. Ik vind het dus niet helemaal correct, persoonlijk, dat nu in die ambities het verkeer zo slapjes wordt aangepakt. Als jij uitstoot wil verminderen, dan heb je natuurlijk 2 smaken. Een schoon innovaties, neem nou de auto, een schonere auto. En de tweede is natuurlijk, dat voel je wel aan, minder auto rijden. Minder verkeer. Precies hetzelfde met de landbouw. En dat voelen de boeren natuurlijk wel een beetje aan. Betere technieken of minder dieren. En nou valt wel daar continu de nadruk op minder dieren, maar je hoort haast niemand praten over minder auto's en minder autorijden. Waarom worden boeren gequoteerd op hun vee en worden wij niet gequoteerd op de kilometers? Nou, het eerste wat gebeuren moet, is dat je maatregelen moet treffen, dat je de boer weer centraal zet, zijn vakkunde, waarin je zorgt dat dat overschot, dus wat komt de stikstof het bedrijf binnen en wat verlaat het bedrijf, zo klein mogelijk maakt. Als dat kleiner wordt, dan wordt ammoniak minder, dan wordt lachgas minder, want het wordt alles minder. Geen 3 dieren per hectare, maar 2. Dat betekent dat we die boer moeten belonen met een ofwel hogere voedselprijs, of dat we een stukje belasting hebben om de biodiversiteit in Nederland. Kijk linksom of rechtsom, je kan niet van iemand verlangen dat hij allerlei dingen doet die wij fijn vinden en dat hij daar zijn verdienmodel volledig mee weghaalt. Want dan stopt hij ermee. Dus wij moeten meer gaan betalen voor ons voedsel, direct of indirect, om te voorkomen dat het niet afgewendeld wordt op lucht, water. En dat kan als hij meer krijgt. Kijk, geen enkele boer heeft een probleem als hij 20% meer geld krijgt met 20% minder dieren. Als hij 20% minder dieren moet hebben, maar hij gaat meer verdienen, dan vindt hij het best. Dus je zult het moeten zoeken in het verdienmodel. En daarmee moet hij met minder dieren uit kunnen komen. En dan moet hij gewoon betaald worden voor al die andere diensten die hij levert. En dat is allemaal te regelen. Alleen, er zit een prijskaartje aan. Voor de burger. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat wij boeren niks willen. We willen best wat aan het probleem doen, maar het moet niet gedicteerd worden. En nou kun je natuurlijk heel veel zeggen over de achterliggende gedachten. Kijk, het is natuurlijk niet alleen de boeren die op de BBB gestemd hebben. Maar het zijn natuurlijk veel meer ontevreden mensen, zoals momenteel iedereen zich suf analyseert. Maar wij boeren willen best wat, maar er moet natuurlijk niet gedreigd worden met halvering van de veestapel. Als je daar al mee begint, dan gaat het natuurlijk al, dan zet iedereen zijn hakken in het zand. En dat zou ieder mens doen, als je zo behandeld wordt. Kijk, we zijn natuurlijk gewoon een paar jaar weggezet als een stelletje mensen die gigantisch in de weg zaten, die ze het liefst het land uit wilden hebben. En dat gaat natuurlijk niet werken. Kijk, je moet met elkaar overleggen en dan hadden we er best uit kunnen komen. Ik denk dat er wel degelijk besef is dat er ook veel met management te halen is. Maar de gemiddelde burger denkt dat het allemaal uitkoop van boeren is. En zo wordt het ook een beetje geframed. Maar dat vind ik ook een verkeerd frame, want daar ga je het helemaal niet mee halen. Daar hebben we helemaal het geld niet voor. Die 25 miljard, dat klinkt heel veel, hè? Maar als je daar alles voor uit moet kopen, dan ben je er al lang niet. Ik denk dat men wel weet dat er management moet komen en uitkoop en daar wordt aan gewerkt. Alleen ik vermoed dat toch de industrie en het verkeer er ook meer aan moeten gaan geloven. Ja.
Ik zou zeggen, als je minder ammoniak wil, minder veehouderij rond natuurgebieden, geef gewoon iedereen de kans om mee te doen. Als je nou heel erg dicht zit bij, bij het N2000 gebied, dan heb je heel veel stikstof die neer kan slaan in die, bijvoorbeeld hier bij de duinen. Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken van, ja, hier heb ik bijvoorbeeld iemand die zegt, ik wil stoppen. Dan denk je, ja, die zit niet zo dicht bij die duinen, dus daar heb ik eigenlijk niks aan, want die heeft niet zoveel uitstoot, dus waarom zou ik die opkopen? Maar dan denk je, als ik hem nou wel opkoop, en dan vraag ik aan deze boer, en natuurlijk, daar moet je heel erg over nadenken, wil je niet daar boeren? En dan denkt hij van, nou ja, hier heb ik ook weinig kans, want al die regels die ik krijg omdat ik zo veel uitstoot heb, dus ik ga daar maar heen. En dan heeft het dus zin om toch heel ver weg van de duinen grond op te kopen om te kunnen ruilen. Stel dat we wel een opvolgster hadden, en de overheid zei, jullie moeten hier weg, dan hadden wij een probleem, maar de overheid ook. Waar vind je zo'n mooi bedrijf? En dan, je moet ook een vergelijkbare locatie hebben. Zie die maar te vinden. Wij hebben ook bijvoorbeeld een boer onlangs uitgekocht. En die is iets verderop, heeft hij een nieuwe boerderij gekocht. Hij hoeft niet te stoppen. Hij hoeft er niet te zeggen, in heel Europa mag ik niks meer doen. En wij konden daarmee wel de natuur helpen. En hij kon even goed doorgaan. Het was heel erg emotioneel, hè? Want dit zijn geen besluiten die je neemt van, kunnen goed geld krijgen, ik stop ermee. Of ik ga me verplaatsen. Want zelfs een kleine verplaatsing betekent heel veel voor de sociale omgeving. Het is echt dat de boeren die ergens weggaan of stoppen of meewerken, die kinderen daarvan, die worden ook vaak gepest op school. Hè? Als dat gehoord wordt dat hun ouders daaraan meewerken. De mensen zelf die kunnen gewoon tijdens onderhandelingen niet vertellen dat ze dat aan het doen zijn. Want mensen zijn dan echt boos op ze dat ze daaraan meewerken. En dat is dus die hele sociale omgeving, die emotie die eromheen zit, is ook heel sterk. Daar moet je altijd rekening mee houden. In principe, in mijn hart vind ik het heel jammer dat dit bedrijf zo komt te vervallen eigenlijk. Dat hebben we ook tegen de dochter gezegd. Zoals wij het gedaan hebben, snappen wij ook wel. Zo kan het tegenwoordig niet meer. Wij hebben weinig vakanties gehad. Het was moeilijk om van huis af te gaan. Als je een bedrijf hebt en je gaat op vakantie, moet je van tevoren zoveel regelen voor die vervanger, dat wij denken van, weet wat het is? Ja, we blijven wel thuis. Als jij een keer weg wilt, een avondje stappen of een weekendje weg met de vrienden, dat snappen wij ook. Ja, en dat vinden we zelf ook, hebben wij te weinig van geprofiteerd. Sinds dat we hier wonen in de laatste 20 jaar. Ze zeggen ooit, als je 50 geweest bent, dan wordt het allemaal een beetje minder. En daar heb ik altijd mee gelachen toen ik 40 was. Maar dan ben ik zelf 50 plus. Maar het is wel zo, ja. Eerst had ik er helemaal geen hekel aan om 's avonds tot 10 uur door te werken. Maar als je 50 geweest bent, dan is het allemaal wel een beetje minder. En dan, ja, dan wordt het wel allemaal, ja, allemaal wat zwaarder. Welke regeltjes zitten er nog allemaal aan te komen? En dat was bij ons ook een reden. Ik heb eigenlijk alleen maar geduld omdat we geen opvolger hebben en dat te veel werk was voor ons. Maar we hadden de medewerker toch wel aan kunnen nemen voor meer uren. Maar ook de regeltjes, ik moet zeggen, daar konden wij ook niet meer zo goed tegen. Het wordt wel gezegd, je wordt door allerlei regels beperkt en dat is natuurlijk ook zo. Maar je bent natuurlijk wel, er is niemand die zegt tegen je wat je moet gaan doen. Je hebt wel de vrijheid om zelf, je bent wel gebonden aan je bedrijf en je moet wel zorgen dat het goed gaat. En je moet er wel een berg energie in steken om het goed te laten gaan. Maar je bent wel vrij om te doen en laten wat je wil natuurlijk. Ook een reden dat we zo kort bij de natuur zitten. Als we verder van de natuur af zitten, heb je minder regels te verwachten in de toekomst. Dus dan is het ook relaxter boeren. Maar op de locatie waar we zaten, bedrijfsovername, de regeling was er, onze leeftijd. Nou kunnen we nog zelf beslissen. Daarom hebben we meegedaan. En als je dat uitlegt, dan snappen ze het ook. En dat heeft ook veel boeren aan het denken gezet van, hey, ja, misschien is de opkoop slecht of niet. Ik ga er ook eens aan tellen. We hebben nou niet de ambitie om nog verder te groeien. Want dat kan je met de arbeid niet aan en dan moet je nog meer vreemde arbeid in gaan huren. Dus dat hebben we niet. En voorlopig gaan we nog even zo door zoals we het nu doen. En dan zien we wel of er nog iemand opstaat die daar weer mee verder wil. Of dat er niemand is die daarmee verder wil, ja, dan is het. Dan bouw je het langzaam af. Dan is het niet anders. Maar voorlopig gaan we nog zo door zoals we het nu doen.
Mijn land ga ik nooit verkopen. Want mijn vader had gezegd, land moet je nooit verkopen. Dat heb ik opgeslagen. Dus dat gaan we nooit verkopen. Dat houden we gewoon. Dus als er geen bedrijfsvervolger is, dan zal het de koeien wel eens een keer weggaan. En dan gaan we nog een paar jaar schapen houden. Maar dat land is bezit, dat moet je in de familie houden. Dus dat krijgen ze niet. Boeren die gebruik maken van de opkoopregeling stikstof hebben daarvoor dus verschillende motieven. Het ontbreken van een opvolger, het vele en fysieke zware werk, regeldruk en de financiële vergoeding. Andere boeren laten zich dus niet uitkopen. Zij willen graag dat een volgende generatie het familiebedrijf voortzet. En zij willen hun land behouden, want de piek is bereikt. We moeten niet ook de illusie hebben dat in een dichtbevolkt land je het meest gevoelige systeem helemaal kan beschermen. Maar die 50% die we nu terug willen, als je kijkt wat er mogelijk is met management, gecombineerd met soms toch wat minder vee, dan kunnen we dit halen. Alleen het vereist wat je noemt een transitie. Hetzelfde probleem met klimaatverandering. Het kan wel. Maar ja, we zijn een beetje verslaafd aan onze welvaart. We moeten zorgen dat de stand van de natuur in al die Europese aangewezen natuurgebieden, dat die er goed voor staat. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, en daar werken we gewoon heel hard aan. Dus daarom zeg ik ook, misschien is de hoofdboodschap wel, jongens, al zou je de hele natuur schrappen, is er helemaal geen ammoniak meer. Dan heb je nog 5 stoffen waar je wat aan doen moet. Dus dan ben je nog lang niet uit de problemen. En dat moet veel duidelijker gecommuniceerd worden, denk ik. En dat wordt ook wel door het ministerie gedaan. Minister Van der Wal heeft het over natuur, waterkwaliteit en klimaat. En dan noemt ze gezondheid er nog even niet bij, maar dat is er ook nog eens een keer. En dus wat is de oplossing? Nou ja, management, waardoor al die stoffen naar beneden gaan, door efficiënter te zijn, meer in de plant, minder, dan verlies je vanzelf minder. En waar het niet te halen is, ja, dan zullen we onze levensstijl wat aan moeten passen en minder dieren en minder rijen. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar ik denk dat ik dadelijk misschien 3-4 dagen in de week wil gaan werken en dan de rest gewoon rustig aan.